Hallo stelletje schobbejakken, welkom bij een nieuwe aflevering van Soul Silver. Zo, ik ben uitgerocheld en we gaan weer verder waar we gebleven waren. En waar waren we gebleven? Waar ben je aan het rochelen, sperma of wat? Nee, ik had net een beetje frisdrank gedronken, Daniel. Hoe stinkt water? Nee, dat is gewoon water. Oh, oké. Okay. Bah, water. Bah. Ik wil iets vragen, maar nu weet ik niet wat ik wil vragen. Waarschijnlijk hoe groot mijn pik is. Nee, dat interesseert me niet zo. Die heb ik al gezien, hè? Ja, klopt. Expo van het scherm. Ja. Ja, en Lidl natuurlijk. Nee, ik weet het niet meer. Ik weet niet waar we het net over hadden. We hadden net... Ik stuurde jou een filmpje door. Wou je daar nog iets over kwijt? Daarvoor. Daarvoor heb ik apart, ook niet meer. Dat is waarschijnlijk waardoor ik het vergeten ben. Maar die vrouw die hield wel een grote... komkommers. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En aparte plekjes. Dat is op een website gevonden, ontdekjeplekje.nl. Nou, zij had hem wel gevonden, denk ik. Ja, nou, ja. Nou, dat weet ik niet hoor. Au, ik denk dat ze nog aan het zoeken is. Penny Still. Penny? Miss Penny. Pennywise. Oh, kut. Tuurlijk heeft hij flashfire. Wat luister eens. Hoorde je dat? Poep. Ja, ik hoor je poep. Wat was dat? Ben je weer Pringles aan het eten, 's ochtends vroeg, Daniel? Water aan het drinken. Stinkwater? Nee, gewoon water. Okay. Bah. Nee, ik heb geen stinkwaterfles, sorry man. Ik kan hem mooi voor je kopen als je het wil. Nee, hoeft niet. Ik denk niet dat ik daar fan van ben. Zo'n ogen, dus de derde is echt een beest, jongen. Ja, is Onyx niet een goed idee? Die kan veranderen naar Onyx 2. Een Steelix. Ja. Nou, dat is dus het probleem. dat heb ik niet aangezet. Dat hij Trade Evolutions kan evolueren. Dat is ook een Mongol, hè? Zou ik opnieuw beginnen? Nee. Maar wat wel kan, als je dat echt leuk vindt om dat te doen, nee. Daniel. Is er wel een manier, maar dat doen we dan... Dat gaan we niet doen. Nee, we gaan off-screen. Niet cheaten. Knipoog. We gaan niet cheaten. Dat doen we niet aan. Niet aan. Weet je, je hebt al genoeg gecheat tijdens de race? Helemaal niet. Jongen, je hebt het zelf toegegeven op video. Oh, trouwens, even tussendoor. Zouden wij vanaf dit gaat niet werken. Zouden wij vanaf aflevering 100, of vanaf 101 dan in principe, niet een andere layout gooien? Geen idee. Maar mij niet. Ik heb het ooit al gezegd, maar... Dus nou ja. Zou goed kunnen. Weet je, we hebben nu best wel minuutjes gepraat, dus ik kan het niet allemaal nog onthouden, moet ik eerlijk zeggen. Oké, nou, als je al die uren zou omrekenen, of hoeveel uren we al hebben opgenomen van dit. Weet je, als er iemand is, een kijker die dat voor ons wil uitrekenen... Ongeveer 25 uur, plus minus. Ja, nee, precies, want sommige afleveringen duren op eens 20 minuten, sommige duren op eens een half uur. Ja, sommige wel wat korter, dus dat is plus minus 25 uur. Dus ben jij bereid om dat voor ons uit te rekenen? En zit je er ook... een knuffel. Oké, dan krijg je van mij een The Gaming Dutchman mok. Oh, oké. Cool. Dan bestel ik gewoon voor jou op AliExpress. AliExpress op The Gaming Dutchman website bedoel je? Oh, ja, ik kan wel dat soort merk gaan... Merk. Geen merk. Ik kan dat voor een soort van merk merch gaan bestellen en een website bouwen. Ik denk niet dat het waard is, ik denk niet dat het ook, maar in iemand is het wel behalve Enrico. Ik denk dat zelfs Enrico denkt van, nou, ik heb toch liever een bodypillow. Ja, maar een bodypillow kan je ook als merch doen, hè? Ja, als merk. Hallo, praat even goed. Sorry. Je kan, Vorige video ging toch wel wat lekkerder. Ik denk dat we even opnieuw moeten beginnen. Ja, ik heb niet gesaved, dus we kunnen niet opnieuw beginnen. Ja, dat is jammer. Zullen we gewoon passen? Zullen we vanaf nu even weer wat gezellig doen en niet meer zo debiel uit mijn ogen kijken? Ja, dat is misschien wel een goed idee. Hey, dan heb ik twee grote ballen. Wanneer heb je voor het laatst gezwaardvecht? Gezwaardvecht? Mm-hmm. Maar dan zonder zwaard, zeg maar. Oh, met piel? Ja. Dat is al even geleden, hoor. Met wie heb je dat als laatste gedaan? Is je broer zeker, of zo? Oh, Daniel. Ik hou van je.
Oh, met mij? Oh, wat leuk. Hey, heb ik niet toevallig een aanval die Dunsparce even kan leren? Een TM'tje of zo? Vast wel. Maar even serieus, jij bent 34 nu, toch? Ja, 33 nog steeds, Daniel. Ja, tegen de tijd dat dit online is, het 34. Dat zou kunnen, ja? Ja, oké. Oké, laten we zeggen, je bent nu nog 33. Ja. Hoe vaak per week zit jij gewoon de helikopter te doen wanneer je vrouw in bed is, bijvoorbeeld? Weet je wel, dat je gewoon naast het bed staat, lekker de helikopter te dansen, weet je wel? There's no way dat je dat niet doet, toch? Plus minus nul keer. Echt? Dat doe je niet? Ja, ik weet niet of jij weet hoe relaties werken, Daniel. Maar het is niet echt standaard dat je denkt van... Hey, ik heb een relatie. Laat ik ernaast gaan staan en even gaan helikopteren. Dat is grappig. Dat zeg ik. Ja, dat is zeker waar. Kut. Je wordt wakker en zij is nog niet wakker. En je denkt van, het duurt nog 5-10 minuutjes voordat ze wakker wordt. Surprise, motherfucker. Woep, woep, woep. Dan ga je gewoon aan de kant van de bed staan. En gewoon lekker draaien, weet je wel. En het is goed voor je gezondheid. Dat is waar. Maar weet je wat het is? Ik heb zo'n grote piel, joh. Als ik dat ga doen, dan waait zij uit bed, zeg maar. Oh, nice. Ja, nou, maar dat is juist goed. Dan wordt ze ook nog wakker. Dat is een win-win situatie. Ik snap niet waarom je dat niet doet, moet ik eerlijk zeggen. Dat is gewoon te grappig. Ja, klopt. Dat is wel grappig, man. Of dat als ze op de wc zit te poepen of zo. Je komt dan binnen en zo woe, woe. Weet je wel. Ja. Je moet het wel interessant houden natuurlijk, die relatie. Want je bent al 20 jaar samen of zo. En dat doe je inderdaad alleen door met je piel te zwaaien. En niet alleen, maar het helpt wel, denk ik, hoor. Ik bedoel, als het andersom was, zou je het ook heel leuk vinden. Als zij gewoon, wakker wordt. Zij met de klit ging zwaaien. Als zij met die tieten zit te zwaaien. Oh, tieten, ja. 'S morgens vroeg is een rondje zitten draaien. Dat je denkt van, nou, dat is wel leuk om hier om wakker te worden. Goedemorgen allemaal. Ja, nu ben ik eindelijk eens een keer niet depressief. Dankjewel. Weet je wel. Nou, inderdaad, je sloop ook. Dus ik zou zeggen, ik zou het gewoon, misschien vindt ze het wel leuk. Misschien ik zou het wel. Gewoon proberen. Ik heb geen surf. Of buiten is misschien wat onhandig, want er zijn andere mensen en zo. Ja, dat ik. Ik ben altijd lekker vroeg als ik mijn Noah ga ophalen. Sta ik daar op schoolplein? Dat lijkt me niet zo heel goed idee. Om dat gewoon in de slaapkamer of in een douche of zo te doen is wel leuk, denk ik. Dat is wel een leuk idee. Wat doet Claire? Niet veel. Ik ga gewoon doen, kijk wat doet. Maakt je gesparalyzed. Maakt ze geparalyzed. Dat weet jij ook gewoon. Ja, ik heb het spel gespeeld. Fuck off. Wat? Alsof ik het niet heb gespeeld. Nee, je weet het overduidelijk niet. Softmoes gebruik ik gewoon niet, Daniel. Ja. Dus heb je niet echt gespeeld, of wel? It's time to do. Heb je wel eens een schimmelnagel gehad? Ja. Laat je schimmeltong eens zien. Die is al weg. Oh, jammer. Tegen de tijd dat deze video wordt geüpload. Ja, dat is wel nee, jammer. Maar hij is wel echt weg. Hij is echt weg. Ja. Maar ja. Heb je dan ook wel eens een schimmelpiemel gehad, of niet? Niet recentelijk. Nee, helemaal niet eigenlijk. Een schimmelanus gehad. Nee, jij? Nee, niet dat ik weet. Niet dat je het weet, maar heb je als een onverklaarbare pijn aan je aars? Nee, wel jeuk. Oké dan. Dan moet ik even kratsen en dat is weer goed. Krabben. Dan zit je krabben. En loop je buiten en dan zit je zo. Ja, weet je wel. Dan heb je zo'n lekkere bruine vinger en dan. Benny, kom eens en dan ga je Benny even aaien, weet je wel. Nee, dan eventjes zo. Ja. Verrijken ze. Dat is een goede vangst vandaag. Dat doe je toch sowieso even ruiken aan je vinger als je op je aars hebt gekrabbeld. Natuurlijk, hetzelfde als dat je je navel zit te vingeren, weet je wel. Of je piemel gehad, dan zit je ook even te ruiken. Je piemel. Ja. Oh, Daniel. Waarom ben je zo grapjas? Grapjas? Ja. Wat grapjas? Yo, grapjas. Zal ik alsnog mijn volgende broodje ook vast gaan eten of na de aflevering? Ik zou het gewoon nu gezellig doen. Dat vind ik eigenlijk wel fijn. En dat vindt Piemel vergelijken waarschijnlijk ook wel fijn. Die zit waarschijnlijk een broodje te eten. Jorrit, ik wil even zijn echte naam vergeten. Jorrit. Jorrit, ja, die zal het ook wel leuk vinden. Ik denk het wel, hoor.
Ja. Ik heb gewoon, als je piebels kan verrijken, kan je ook broodjes verrijken. Laat je broodjes zien op zo'n kamer. Dus fullscreen en dan kan je broodje. Show je broodjes op, af, jongen. Op. Laat je broodjes zien. Nee, eventjes goed laten zien dat broodje. Niet eten. Opa, gaat verdammen. Wat zit erop? Ham. Is dat wel Jehovah? Hoe heet dat niet, Jehovah? Hallo, ham, of niet? Ik ben op mijn gol, hè? Het ziet er wel goed als een broodje uit, moet ik zeggen. Is er nog een beetje mayonaise op, of niet? Nee. Nee. Echt niet? Wat dan wel? Ham en boter. Mosterd. Oh, mosterd. Honing. Nee, gewoon ham en... en boter, ja. Oké. Oké, probleem. Ik kan niks meer doen met deze malsemakker. Ja, level hem dan gewoon op. Hij heeft een aanvallende moves, man. Jij bent geen aanvallende move. Hoppa! Gewonnen. Secondate, gek. Oh, al die slowpokers hebben geen staart meer. Dat is als het verhaal van dit stuk. Ze hebben die slowpokers ontvoerd om hun staart eraf te hakken. Omdat dat heel veel geld oplevert. Oh, wow, wat eng. Wie doet dat? Pokémon Rocket. We gaan Pokémon Rocket, ja. Team Rocket. Of wat? Ja. Kijken we nou, Benny. Spring je zomaar bij mij op schoot. Dat is niet de bedoeling. Je gaat even je piemel knabbelen, denk ik. Nou, gelukkig heb ik hem dat niet aangeleerd. Nee? Nee. Oh, ik ken namelijk iemand, ik noem geen namen. Ja? Maar die ging wel eens met zijn hond douchen. Okay. Want, ja, die hond moest dan geduwd worden, dat was een vrij grote hond. Ja. En dan ging die hond ging dan af en toe aan zijn ballen knabbelen. En dat, aan die persoon zijn ballen, niet aan die hond zijn ballen. En dat liet je gewoon te doen dan, of wat? Dat vond diegene wel grappig. Dus jij vond dat wel leuk? Nee, ik heb geen honden, ik heb een hekel aan honden. Ja, maar wie zou dit anders hebben gedaan dan? Nee, jij beet mij niet om dat te zeggen. En je zegt dat niet tegen die persoon die dat, als die dat tegen jou zegt, zo van, hey meneertje. Wat ben jij voor een raar ventje dan? Hey meneertje koekenpeertje, oeh een Beedrill, die wil ik nog vangen en dan een keer een Mega Beedrill creëren. Ja, dat weet ik. Dat is het enige item wat ik erin ga cheaten als ik hem niet vanzelf krijg. Je mag niet cheaten. Wel. Niet waar, ik ga je mama opbellen. Moeder is dood. Ja, echt? Nee, ik doe het niet. Hoezo natuurlijk niet? Kan toch? Nee. Zo, kan ja, je niet kan doen. Kan wel, maar dan, dat had je dan wel geweten, dat had ik dan wel gezegd. Ja? We zijn toch gaan een feestje gooien of niet? Ja, van de erfenis, dus. Doen nice, allemaal een blikje goedkope cola en is klaar. Let's go, dude. Hey, ik heb al lang geen cola meer gehad, dus. Laatste keer was voor mijn verjaardag. Oh. Ja. Maar ik denk dat ik misschien komende week nog eens een keertje een ijsje en een colietje ga klappen. Misschien een spaar fruitje erbij, weet je wel. Double fris. Dat moet ik nog een keer gaan halen. Dat doe ik vroeger best vaak, double fris. Weet je weet wat ze zeggen, Stefan? Iedereen double fris. Je weet wat de liedje zegt over dubbel fris. Dubbel fris is heel erg lekker. Ik ken een andere versie. Nee, die ken ik niet meer. Wil je weten? Ja. Willen, wat is willen tegenwoordig, weet je wel? Een likeetje, dan laat ik je maar in de mist zitten. In de mist. Heb je wel eens mist gezien, zeg? Nee. Ik weet niet of ze mist hebben in het noorden, zeg maar. Nee hoor. Het is zeg maar alsof de wolk in de lucht is, maar dan in de lucht op de grond. Snap je wat ik bedoel? Oh, nee. Ja, dat is echt raar. En dan zit je door, zeg maar, door de lucht in te lopen in plaats van gewoon op de grond te lopen. Ben je dan dood? Ben je dan in de hemel? Nee. Het is gewoon de lucht, de wolk, zeg maar. Oh, de wolk. Ja, ik ga... Daniel, je hoort hem al aankomen. Ik ga gewoon stuk. Ja, nee, maar dat ga je dus niet, want een wolk is niet vast. Ik kan er doorheen lopen, ja. Maar ik ben wel vast met mijn dikke pens.
Ja, klopt. Nou ja, vast. Kan jij je buik, zeg maar, aan je linkerkant van je buik vastpakken met je linkerhand en de rechterkant van je buik? Kan je dat ook uitrekken, zeg maar, zo'n accordeon? Ja. Moet je het proberen. Heb je dat wel eens gedaan? Moet ik niet. Nee. Ja. Ja, jammer. Maar heb je dat wel eens geprobeerd dan? Nee. Moet je echt eens een keer doen. Waarom zit je niet gewoon met je lichaam te friemelen de hele tijd? Dat zou ik echt doen als ik dik was. Wat? Je fucking staatsmogol. Is toch zo? Ik zou gewoon de hele tijd... weet ik veel. Gewoon dingen laten bewegen, zeg maar. Weet je? Ik zou de hele tijd springen om te kijken hoe mijn borsten op en neer gaan. Of mijn buik op en neer gaat, weet je wel? Dat kan, ja. En met deze geweldige informatie willen we de aflevering afsluiten. Mensen, ik hoop dat jullie het een leuke aflevering vonden. Laat even een berichtje achter, want dat vinden we altijd zo leuk om te lezen. We lezen Je niet alle leuk berichten vond, altijd. Ik niet, maar Stefan wel. Als je het niet leuk vond, moet je een dislike geven. Maar we hebben een disliker. Maar meer daarover in een andere video.